toegankelijkere, stiptere en rechtvaardigere justitie. Met zijn visie over de Court of the Future zorgt minister van Justitie Koen Geens voor een betere dienstverlening aan burgers en ondernemingen. De rechtbank van de toekomst zal zorgen voor een meer toegankelijke justitie. Via de nieuwe website Just on Web zal de burger zijn digitaal dossier kunnen raadplegen waar hij zich ook bevindt. Thuis, via een kiosk op de griffie van de rechtbank of via zijn advocaat. Hiervoor zal hij zich met zijn e-ID moeten identificeren. Op de nieuwe website zal hij ook alle informatie over gerechtelijke procedures kunnen vinden. De burger zal in elk gerechtsgebouw geholpen kunnen worden, ongeacht op welke rechtbank zijn dossier aanhangig is. Het griffiepersoneel zal de burger begeleiden bij de raadpleging van zijn dossier of de opstart van zijn procedure. Daarvoor wordt een kioskruimte ingericht in elk gerechtsgebouw waar men de website Just on Web kan raadplegen. Via de website Just on Web zal men ook toegang krijgen tot alle databanken van justitie die openstaan voor de burger. Een toegankelijke justitie betekent ook dat de opstart van een procedure voor elke burger financieel haalbaar moet zijn. Het aandeel dat de burger betaalt in de procedurekosten, zoals rolrechten, kopiekosten, zullen enkel nog bij het einde van de procedure aangerekend worden aan de verliezende partij. Wie in het gelijk is en een procedure wenst op te starten, moet deze kosten niet meer voorschieten. De rechtbank van de toekomst wordt ook stipter. Zo zou elke aanleg nooit langer dan 1 jaar mogen duren. De optimalisatie van procedures, digitalisering met inbegrip van artificiële intelligentie en een efficiënte inzet van magistraten en gerechtspersoneel maken dit mogelijk. De burger verdient een duidelijke beslissing binnen een redelijke termijn. Minister Geens stelt de dienstverlening aan de burger centraal en zorgt voor een toegankelijkere, stiptere en dus rechtvaardigere justitie.